Hoi, leuk dat je er weer bent. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag eindelijk iets uitproberen waar ik mega benieuwd naar ben. En dat is deze Dyson-achtige haarstyler. Dit lijkt natuurlijk ontzettend op de Airwrap. Alleen het enige verschil is dat de Dyson Airwrap, die is echt iets van 600 euro. En ik heb deze volgens mij voor 30 euro gekocht via AliExpress. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Komt deze een beetje in de buurt en heb ik een heleboel geld kunnen besparen? Of is dit de nieuwe miskoop van de maand? We gaan het zien. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Geef deze video alvast een dikke duim omhoog, ook als je hier nog niet eens begonnen. En dan gaan we snel beginnen met de video. Dus de 5 plus 1 Hot Air Styler. Een tijdje geleden had ik volgens mij gevraagd van jongens, is dit je geld waard? En de meningen waren heel erg verdeeld. Maar ik zag dus ook een comment. Ik heb er eentje echt voor 33 euro of zo. En die doet het eigenlijk net zo goed. Nou, dus ik las dat. En toen dacht ik van, hey, dat ding moet ik hebben om uit te proberen. Nou, ik heb hem gevonden. Dus de 5 plus 1 Hair Styler. Dit is het apparaat. En dit zijn dan de opzetstukken die je erbij krijgt. Nou, dit ziet er op zich heel erg mooi uit. Je had volgens mij ook duurdere varianten. En daar zat dan nog iets van een tasje bij om het in op te bergen of zo. Maar ik vind het gewoon helemaal prima zo. Hier hebben we dan natuurlijk het belangrijkste. Ik zie iets met push hier zo. 3 verschillende standen. En gelukkig een Europese stekker. Want daar was ik nog wel eventjes bang voor. Ik had het wel dubbel gecheckt. Maar je weet het maar nooit natuurlijk. Zo. En alle informatie waar ik het heb gekocht. De prijs zal ik trouwens ook wel in de videobeschrijving zetten. Want dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Dit is dus het snoer. Lekker lang zoals je kan zien. En je kan deze gewoon helemaal ronddraaien. Dus dat is ook echt ideaal. De standen zijn niet harder of zachter blazen. Dat is de warmte. Dus je kan hem 1, 2 of 3. We hebben hier de ronde foamborstel. Kijk dan eventjes. Nou, ik moet echt zeggen dat het er allemaal best wel mooi uitziet. Ja, waarschijnlijk van Dyson. Ik heb het nooit in mijn handen gehad. Maar dat zal natuurlijk wel echt topkwaliteit zijn. Dit is allemaal gewoon van plastic. Maar qua look vind ik het zeker niet verkeerd. We hebben hier de wat meer platte foamborstel. En ik denk dat ik deze heel fijn ga vinden. Dat ik die vaak ga gebruiken. Omdat, kijk, bij deze heb je van die bolletjes aan het einde van die stekeltjes zitten. En hierbij heb je dat niet. Dit is gewoon, loopt gewoon in een puntje. Dan hebben we hier het gewone opzetstuk voor de föhn. Het lijkt echt precies op die van Dyson. Het is echt heel erg eigenlijk. Het is gewoon echt een rip-off. Ja, en hier ging het mij om. Dit zijn namelijk de krulstaven. En je ziet hier ook op aangegeven welke richting de wind opgaat. Oh, ik ben heel benieuwd. Oké, hij blaast hier uit, dit stukje, en niet deze kant zoals je net al kon zien. Oké, de blaaskracht is oké. Nee, je moet niet heel veel blaaskracht hiervan gaan verwachten. Eens kijken hoe dat dan is als ik deze erop zet. Ja, laten we gewoon gaan naar de krulstaaf. Want daar zijn we denk ik allemaal wel het meest benieuwd naar of dat werkt. Het zou zo leuk zijn. Als het niet werkt, ga ik huilen. Ik zet hem denk ik op standje 2. Ik neem even een pluk haar. Niet te veel, denk ik zo. Hoppa. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Daar gaat hij. Ik zet hem even uit. Dan kan dit misschien een beetje afkoelen. Ik dacht heel eventjes van nee, dit kun je niet menen. Het werkt gewoon voor geen meter. Maar je moet het haar dus vanaf de puntjes moet je het er een soort van inrollen. Oh, het werkt. Oh, ik ben in shock jongens. Kijk, het werkt gewoon. Het werkt. Oh, nou, ik had het zo niet verwacht. Oké, ik vind het leuk. Oké, op naar de volgende pluk. De hele techniek heb ik gewoon nog niet door. Dat kun je wel zien. Ik denk dat je dat met de Dyson Airwrap, dat je dat ook een beetje zult hebben. Dat je in het begin echt denkt van wacht, hoe werkt dit? En dat later, dat als je dan eenmaal door hebt, dat je dan niets anders meer wilt. Kijk, zie je? Als hij dan eenmaal erom zit, dan werkt hij echt wel. Maar ik doe volgens mij iets qua techniek niet helemaal lekker.
Waardoor hij de hele pluk niet in één keer wil pakken. Wat ik dus zie eigenlijk is dat bij al die filmpjes met de echte Dyson, dat het haar er veel makkelijker in lijkt te rollen. Nou, waarschijnlijk heeft dat dan toch te maken met de blaaskracht van dit apparaat, dat dat misschien te zwak is. Maar we geven niet op natuurlijk, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik snap hier dus helemaal niets van. Kijk, deze pluk die was dus al een klein beetje gekruld. Maar die ging er echt in één keer omheen. Leek wel. En dan denk ik van, maar dus het kan wel. Maar waarom lukt het dan niet met deze pluk? Oké, before en after. Ja, ik doe echt iets verkeerd volgens mij. Misschien dat het ook bij lang haar dat het anders is. Ik weet het niet. Ik pak gewoon weer even een review bij van iemand anders op YouTube. Iemand die ook lang haar heeft. Met zoveel haar volgens mij. Dus ik denk, als het haar lukt, dan moet het bij mij ook lukken. Het enige is dat zij dus wel de echte Dyson Airwrap heeft. Bij die Dyson gaat het haar er echt meteen omheen. En ik zie ook dat de Dyson, daarbij lopen die staven niet zo recht, maar een klein beetje schuin. Dus misschien dat ik hem wat schuiner moet houden. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Kijk, het zijn vooral die laatste pluk. Het zijn vooral de buitenste haarpunten die er gewoon niet lekker omheen willen slaan. Want op zich, het middelste gedeelte, dat gaat dan nog wel redelijk. Maar het is niet dat ik nu al denk bij dit apparaat van wauw. Ik ga het gewoon eens aan de andere kant proberen. Misschien dat ik daar meer succes heb. Weet je wat het is? Je voelt je nu zo stom omdat het niet lukt. En ik weet dus niet of het nu ligt aan het feit dat dit een neppe is. Of dat ik het gewoon niet kan. Oh, ik vind het zo jammer. Want die eerste twee krullen die gingen zo goed op de een of andere manier. Dus het moet gewoon kunnen. Ja, ik moet zeggen, het wordt al wel iets beter. Ja, maar ik heb ook gewoon ongelooflijk lang haar. Dus misschien dat dat ook niet meewerkt. Oh, oké, ik denk dat ik hem door heb. Ik denk het. Volgens mij gaat het nu echt al een stuk beter. Dus wat ik doe, als ik hem aanzet, krul hem er een soort van omheen. En normaal met een krultang, dan ben je gewend dat je je haar zo krult. Hè? Van boven naar beneden. Maar wat ik nu doe, is dat ik krul hem eromheen. En het eerste plukje doe ik niet aan de onderkant, dus aan die kant, maar ook erboven. En dan kun je een soort heen en weer gaande beweging maken en je haar erin wrappen. Dus volgens mij is dat de techniek. Oké, aan de ene kant denk ik van yes, ik heb de techniek onder de knie. Maar aan de andere kant denk ik van hey, waar zijn aan deze kant de krullen gebleven? En echt geloof mij, als je me wat langer volgt, dan weet je dat sowieso. Ik heb super makkelijk haar. Als ik mijn haar krul, en zit het er meteen in en het blijft echt zitten totdat ik mijn haar weer ga wassen. Maar nu aan deze kant zie ik gewoon dat alles al een beetje is uitgezakt. Dus want dit is wel heel treurig. Ik weet zeker dat ik die net had gekruld en die is er dus alweer helemaal uit. En het is natuurlijk ook wel dat het heel veel lawaai maakt. Maar goed, dat heb je met een gewone Dyson heb je dat natuurlijk ook. Nou, het lijkt alsof qua volume dat je best wel veel volume in je haar krijgt. Maar de krul zelf, Ik ben er niet heel enthousiast over. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Hij doet het. Je moet echt wel eventjes oefenen voordat je hem onder de knie krijgt. Ik denk dat als ik deze nog een paar keer heb gebruikt, dat ik dan pas ook echt weet van, oh ja, zo werkt deze. Op AliExpress had ik trouwens ook nog andere opzetstukken gezien. Dus dat is misschien ook nog een optie om die nog te bestellen voor, weet ik veel, voor langer haar als dat bestaat. Je ziet wel verschil met hiervoor volgens mij. Dus wat voor cijfers zal ik hem geven? Laat ik het houden op misschien een 7.
7. Misschien dat ik, zoals ik al zei, over 2 weken dat het ineens een 8 of een 9 is. Want voor deze prijs, en vergeet ook niet dat je deze andere opzetstukken, die krijg je er natuurlijk ook nog eens een keertje bij. Dus nou ja, dat alles bij elkaar. Wat kun je verwachten voor die prijs? Ik denk dat ik niet ontevreden mag zijn. En misschien als je zelf korter haar hebt, dat het nog beter bij jou werkt. Dus ik ben zeker niet ontevreden. Laten we het daarop houden. En mocht je nou zelf een Dyson hebben, laat dan zeker in de comments weten of die echt je geld waard is. Want dat is iets waar ik nog steeds heel erg benieuwd naar ben. Ik vond het leuk dat je er was. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik je weer bij de volgende video. Doei!